ik ben Judy, ik ben 9 jaar, ik kom uit Syrië. Hoi, ik ben Tenzin en ik kom uit Tibet, ik ben 11 jaar. Hoi, ik ben Malcolm, ik ben 9 jaar, ik kom uit Oeganda. Malcolm, Judy en Tenzin zijn kinderen die hun geboorteland moesten verlaten omdat het er gevaarlijk is, bijvoorbeeld door oorlog. En er zijn nog veel meer vluchtelingenkinderen die onlangs naar Nederland kwamen. Die kinderen moeten Nederlands leren. Daarom komen er steeds meer nieuwkomersklassen. Laila komt uit Pakistan en is pas 5 maanden in Nederland. Maar ze heeft het Nederlands al aardig onder de knie. De ellende begon vanmorgen toen ik vroeg of ik zo'n cola, nieuwe iPhone mocht die echt alles kan. Hoi, ik ben Laila. Ik ben 11 jaar. Volgens mij is zo'n telefoon namelijk net zo noodzakelijk als zuurstof. En mijn hobby's zijn tekenen en lezen. Maar helaas, al snel stond iedereen naar me te starten. Keep your memories alive. Toen ik in Nederland kwam, toen was het leuk. Maar toen had ik geen vriendinnen en zo. En toen moest ik de hele tijd alleen spelen. En dat vind ik echt niet leuk. Ik was ook een beetje verdrietig. Want ik mis Pakistan en mijn familie en zo. We zijn weggegaan omdat het is oorlog in Pakistan. Eigenlijk is het oorlog in Afghanistan. Maar van Afghanistan komen de mensen naar Pakistan. En dan gaan ze daar oorlog maken en zo. Dan maken hun die mensen dood. Ik heb gezien dat die mannen kwamen, 6 of zo mannen kwamen. En dan gingen de klas in. En hun hadden pistolen in hun handen. En hun gingen naar kleine kinderen. Hun gingen eerst de kleine kinderen doodmaken en zo met de pistolen. These are bittersweet days, and it's hard if you don't know, child. These are bittersweet days. Het is belangrijk dat vluchtelingenkinderen Nederlands moeten leren. En ik wil dat ze in elke school een nieuwkomersklas kan maken. Dan kunnen die kinderen makkelijker taal leren. As we talk about life. Nederlands vind ik niet zo moeilijk. Toen ik naar school ging, toen kreeg ik heel veel vriendinnen en zo. Ik vind het wel een beetje raar, want in Pakistan was niet zoveel bomen en niet zoveel tuinen, maar hier heel veel. En bij elke huis heb je een speltuin. Ik vind het hier echt leuk om te gymmen, want in Pakistan gym altijd jongens. In Pakistan vinden ze dat gek dat als je meisjes gaat gymmen. Als je in Pakistan gaat gymmen, dan gaat hen over je lachen. Ik ben een klein beetje Nederlands, want ik heb hier ook een broertje gekregen. En mijn vader kan ook goed Nederlands praten. En mijn moeder ook eigenlijk een klein beetje. Ik voel me wel een Amsterdamse. Nu is het heel erg leuk en ik wil hier ook blijven. En ik wil later een dokter worden.